Hallo lieve Leo, welkom bij je tarot reading voor april. En wat ga ik doen? Ik ga een 9 kaart spread voor je maken. Aan het eind trek ik een wachtbloesem voor je. Een Maria Koningin van de Engelen. Uit mijn nieuwe favoriete deck, de Sacred Forest Oracle. Een Power Animal. Een Clarifier met de Tarot van het Goede. En de 9 kaarten trek ik met de Witch Tarot. En het is echt een heel leuk en mooi legpatroon. Als je hier nieuw bent, welkom. Ik zou het heel leuk vinden als je abonnee wordt. En je kan ook uitrekenen of je maan of je ascendant misschien leeuw is. En dat kan je op astro.com doen. Dat is een gratis site. En dan een beetje, ook... wat jouw ascendant is. En dat is ook heel erg leuk. Misschien zeg je wel, nee, mijn lover is een leeuw. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik hoop in ieder geval dat de reading je inspiratie geeft, hoop geeft, troost geeft, liefde geeft. En een onderdeel voor jou. Ja, dat het leven wat duidelijker is en misschien wat makkelijker en wat mooier. Wat hebben we hier voor je? De Six of Swords. De 6 in de numerologie is altijd een kaart van de harmonie. En jij denkt misschien, nou, Mabel, dat ziet er niet zo harmonieus uit. De 6 van zwaarden vraagt je om het oude achter te laten. Dit gaat over oude angsten. En mijn gevoel zegt dat jullie op een tipping point, een keerpunt staan om een nieuw hoofdstuk in te gaan. En de kaart vraagt aan je, als je naar die nieuwe toekomst vaart, laat dan al deze oude meuk achter je, want anders ga je niet naar die nieuwe fase toe. Zal ik meteen een mooie clarifier daarop trekken? Nee, met de muster ook doe ik dat nu. Met de Muse Tarot vraag ik, oké, waarom moeten onze lieve leeuwen zo bewust kijken naar die oude angsten, naar die oude blokkades? Mooi, dit is dan weer een 6, maar nu van de inspiratie. Deze kaart zegt, oh, je moet dus actie ondernemen. Deze kaart zegt natuurlijk ook, je moet actie ondernemen door de angsten weg te... Echte kussen zou ik bijna zeggen. En hier zegt de 6 of inspiratie, ga gewoon de dingen doen. Feel the fear and do it anyway. Misschien dat ik hem zo wel ga noemen voor jullie. Feel the fear and do it anyway. Dus ik zou bijna zeggen op zijn plat Amsterdams, spuug de duivel in zijn bek. Gewoon gaan. Nou, dat vind ik heel wel mooi onder deze woorden, want dit is de Page of Wands, dus de jongeling. En die doet eigenlijk eerst voordat hij is echt wel ook in jullie teken, in het vuurteken, doet het gewoon. En dan kijken we achteraf wel of het lukt. Prachtig. Ja, weer die angsten loslaten. Denken dat je vastzit. Kijk, ze staat allemaal voor 8 zwaarden. Maar je ziet ook dat ze zichzelf vasthoudt en ze staat met de rug naar het water. En dat is het onderbewustzijn, maar ook je ware true feelings, je echte gevoel. En je hoeft je alleen maar om te draaien om echt te connecten met wat je voelt. En dan ben je dus vrij. Je staat nu vooral met je hoofd in de zaken. Terwijl je met je hart erin moet staan. De moon. Wat is er bij jou verborgen nog? Welke geheimen mag je jezelf nog prijsgeven? Mooi ook met die wolven. Op de achtergrond. Je animal. Je verlangens en je woeste primal ingevingen. En misschien komen er wel geheimen van andere mensen naar buiten. Mijn gevoel zegt voor zover, we gaan natuurlijk naar alle kaarten kijken en ook nog de clarifiers trekken.
dat het tijd is om het hoofd af te zetten en puur naar je gevoel terug te gaan. En misschien moet je dat wel met een hypnotherapie doen of een meditatie. In ieder geval connecten weer met het onderbewustzijn, zodat je je ware natuur mag gaan leven. Kijk, en dan krijgen we meteen de Queen of Pentacles. Zij heeft de aardse voorspoed en verdeelt die ook. Zij is echt de nurturing vrouw. En zij is met alle elementen geconnect. Met de natuur, met de dieren, met de mensen, met de harven. Zij doet de oogst en deelt het, verdeelt het. Zij is de matriarch, net als de olifant, de vrouwtjesolifant, de wijze vrouwtjesolifant, de kudde leidt. En dan krijgen we dus deze themakaart. Angsten achter je te laten door het gewoon te doen. Feel the fear and do it anyway. Wow, die is mooi. Want ik heb nu ook de King erbij van Pentacles. Grappig, hè? Dus dat je van je vrouwelijke energie, de twijfel in het midden. Oh, ik durf het niet, durf het niet. En dan doe je het wel. En dan hebben we een setje compleet. En dit kan ook betekenen dat de liefde er dus is met iemand die je eigen bloedgroep heeft, die bij je pas van dezelfde stam is. Een heel mooie, hij heeft de druiven, dus het zoete leven, de voorspoed. En zij heeft de verlangens en kan dat ook neerzetten. Mooi jongens. En ook jullie royal aard zit hier ook in, hè? Nine of Wands. Oké, ik vind het allemaal heel erg spannend. Maar ik doe het wel. En ik kom uit de strijd. Ik heb nog steeds de behoefte om een beetje te verdedigen. Maar ik heb het wel overwonnen. Dus deze kaart zegt, oké, wat ik mijn advies dus wat ik je geef. Feel the fear and do it anyway. Misschien ben je heel lang niet op date geweest. Ik zal hier een clarifier op trekken. En dat je denkt, ja, maar ik wil mijn hart niet weer openstellen. En je gaat het toch doen. En dan blijkt het dat het allemaal heel erg meevalt. Mag ik een clarifier op de Nine of Wands voor mijn lieve leeuwen? Deze wil ik. De Emperor. Geweldige kaart. Dit is dus de ram-energie. En we hebben een nieuwe maan. 1 april in ram. Hoe mooi. Gewoon doen. Vingers in je oren. La 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 la. Gewoon doen. Grappig, hè? Nou, ik weet zeker dat dat niet tegen doofmans oren is gezegd bij jullie. Woehoe! Yes, yes, yes. Oh, ben ik blij voor jullie. Die Ace of Cups. Nou, we zijn weer waar we zijn moeten thuis. Dit is de goddelijke blessing van het universum, van het leven. Oké, helemaal in je eigen power. Helemaal in de overvloed, in de emotionele compleetheid. Helemaal geheeld. Mits je het doet. Je moet wel over dat ravijn durven springen. En deze laatste kaart is dat je de behoefte hebt om je te verdedigen. De Seven of Wands. Maar het grappige is, je staat er dus al boven. Grappig, hè? Dat je toch, je gaat naar je hoofd en je blijft defensive. Misschien heb je wel gewoon lange tenen. Zal ik hier een clarifier op trekken? Maar je hebt het dus. Je flikt het toch in deze maand. Je bent wel bang. Dat zeg ik wel. Je ziet een beetje beren op de weg. Kijk. Kijk. Kijk hun nou. Die Ace of Materials trek je er ook nog eens op. Heb vertrouwen. Doe het gewoon. Want ik krijg die Ace of Cups en die Ace of Materials. En ik heb ook nog eens de Queen en de King of Materials. Dus het zit heel erg goed. Alleen het vraagt je, en dat is een beetje vloek in jullie kerk misschien. Ik heb hele grote kwetsbaarheid nodig, als dat van een kind, om opnieuw te beginnen en opnieuw te durven. Te durven zonder dat je weet waar je uitkomt, want die zes van zwaarden is gewoon op reis gaan zonder dat je weet of het een succesvolle endeavor is. Nou, dat blijkt dus wel.
The beaver will gift you with the power to work. Ja, het gewoon doen. Het gewoon doen. Vallen en opstaan. Het is vallen en opstaan, lieve schatjes, in het leven. Van een van mijn favoriete dekken. Dex. The Sacred Forest Oracle van Denise Lin. Wat mag ik mijn lieve leeuwen als extra advies meegeven voor de maand april? Deze kaart is het. Oeh, die is mooi. The Butterfly Spirit Transformation. Zie je dat ze in de Venus van Milo schelp? Prachtig, hè? En het is 8. En het gaat ook dus allemaal snel gebeuren. Ik heb deze vlinder ooit gekocht in Maleisië op een vlinderfarm. The transformations, lieve schatten. Maar het vraagt, ik ga even de magic voorlezen. Het vraagt om, ja, feel the fear and do it anyway. Op elk terrein, of het nou in de liefde is, of het nou in business is, of het nou met familieleden, met creatieve projecten. Er komt een hele grote transformatie aan. The spirit of the butterfly says, the past is behind you. Everything is changing. It's time to launch a new cycle, a new project. With care, miracles can be abound. Het is allemaal hetzelfde. Allemaal komt het op hetzelfde neer. En het grappige is, ook vind ik altijd, aan de andere kant van angst, dus als je wel dat ravijn overspringt, daar zijn de beloningen. Soms zeggen ze dat toch ook wel eens. If it doesn't scare you, ja, dan is het niet voldoende actie. Vandaag geef ik prioriteit aan dingen die ik tot nu toe heb uitgesteld. En ik ga actie ondernemen. Grappig, hè? Die kaarten hebben allemaal zoveel wijsheid. Wat voor wachtbloesempje kan jij wel gebruiken? Zal ik hier een paar mooie amethysten voor je opzetten. En dit is de ramenergie, de marsenergie. Carniol. Welke bachbloesem mag ik voor mijn leeuwtjes adviseren? Deze is het. Aspen. Nou, dat vind ik ook zo grappig. Alles wat bang is, of het nou een hondje is, een kind of een volwassene, die adviseer ik aspen. Nou, dit is een bloemenessence, de bachbloesem van Dr. Bach. Die is inmiddels al een tijdje overleden. Hij was een reguliere arts, maar hij is overgegaan op planten en bloemen essence. And see your sensitivity as a gift. From nameless fear to feeling safe. Dus onverklaarbare angsten, want angsten zijn vaak irreëel, die durven te voelen en de boodschap daarvan. Dus aan de andere kant van de angst liggen de schatten. En wat ik jou zou adviseren is gewoon online de Espe Bachbloesem, dat ziet er dan zo uit. En dit is dan toevallig waterviolet. En dan neem je een glas zuiver bronwater. Dan doe je daar een paar druppeltjes in. En dat doe je zoveel dagen dat je nog het gevoel hebt, ik heb een onverklaarbare angst of ik ben angstig. En je kan ook het flesje, dat doe ik zelf, want die spulletjes zijn, die homeopathische spulletjes zijn heel sterk. Ik draag het gewoon bij me. Het is niet de bedoeling dat je het rechtstreeks, dat je denkt, nou, ik ben heel bang, neem even rechtstreeks een slok van dat flesje. Zie je hoe mooi dit is allemaal, lieve schatten? Dus, er gaat een nieuwe reis. Angsten aankijken, achter je laten. En de manier om aan de overkant te komen is door het gewoon te doen. Je hebt 2 azen, dus het hoogste wat er is. Je hebt een setje van de koning en de koningin. Je hebt de mars van de emperor energie erbij. En de butterfly spirit zegt, oké, er is dus een transformatie. En jouw transformatie komt door je angst onder ogen te zien, actie te ondernemen. En dan is de beloning aan de andere kant van de regenboog, wil ik zeggen.
Laat me weten of je dit herkent en op welk vlak het is. Ik hoop dat je dat natuurlijk met me wilt delen. Als je hier benieuwd bent en je zegt, nou, ik vond het een hele mooie, fijne reading. Zou ik het leuk vinden als je abonnee wordt. En ik heb een actie voor de maand april. En het linkje staat onder het filmpje, dus dan kan je daar alles over lezen. Klik je gewoon op meer tonen. Ik stuur jou al mijn liefde, lieve leeuw.